Hallo, hallo lieve mensen. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Lego The Hobbit. En deze game is natuurlijk gebaseerd op de films. De twee films die natuurlijk zijn uitgekomen van de drie. En we zijn hier verder in het Hobbitlandje eigenlijk. En heel erg verbeterd ten opzichte van Lord of the Rings. Lord of the Rings speelde zich natuurlijk ook af in dit stadje. En ik vind het tot nu toe, het ziet er echt verschrikkelijk mooi uit. En ik vind dat ze nu alweer in deze game laten zien dat ze heel erg verbeterd zijn met grafisch. En het ziet er gewoon echt prachtig uit. Je merkt gewoon dat de Lego games verbeteren. En ook met de RPG elementen hebben ze het fantastisch gedaan. Nou, zoals je weet, de blauwe geestenmuntjes, die moet je altijd volgen. En zo weet je dus waar je naartoe moet met de missies. We zijn het verhaal aan het vervolgen eigenlijk. Dus we gaan eigenlijk verder met level 2. En om het volgende level te spelen moet je dus eigenlijk naar bepaalde stukjes toe. En zodoende moeten we naar de springende hobbit toe. Meneer Baggins. Bilbootje. The hobbit is a curious creature. Brave and resilient. Yet undeniably a creature of comfort. It is here that we begin our tale of Bilbo Baggins of Bag End. Wauw, die stem vond ik een beetje triest, maar oké. We doen alsof we dat niet hebben gehoord. Wat is hij een jogger dan? You know, some people are beginning to wonder about you, uncle. They think you're becoming odd. Odd? Oh. I'm not the same hobbit I once was. Oh, fantastisch dat ze wel de oude stem hebben gebruikt. I'm sorry, do I know you? I'm Gandalf. Gandalf, not Gandalf, the wandering wizard who made such excellent fireworks. No idea, you were still in business. I'm looking for someone to share in an adventure. What? No, no. No, wait. We do not want any adventures here. Good morning. Een fantastisch stuk hoor. Wow. Grote haai erop. Dwalin. At your service. Bilbo. Baggins. Yours. But do we know each other? No. Ja, kijk, dit is het punt dat alle dwergen natuurlijk binnenkomen. En oké, ik speel nu al in zijn huisje, in het huisje van de hobbit. Is what down where? Eten. En dit is gelijk gecombineerd in een level. Dus je speelt het verhaal van de hobbit speel je eigenlijk al in een spelletje. Eigenlijk in een game. Kunnen we dit schuiven? Nee, je moet waarschijnlijk deze andere hobbit voor gebruiken. De dwerg eigenlijk. Even kijken, hoe gaan we dit fixen? Want het zijn altijd spelletjes. Je moet altijd iets gaan bouwen. En daardoor kan je dus weer wat anders doen. En hier kunnen we dus wat gaan bouwen, zie ik. We bouwen een plankje. Zodat we deze kunnen schuiven. Huppakee. Sowieso raar dat die piano hier voor de deur staat. Alsof het een geheime... Oh. Fallon, at your service. Oh! Evening, brother. The thing is... I don't know either of you. Not in the slightest. Fantastisch gedaan. Echt heel leuk. Er komen dus elke keer meer hobbits binnen. Laten we even verkennen wat we hier allemaal binnen kunnen doen. Want zoals we Lego kennen, kunnen we natuurlijk alles slopen. En uit die objecten die we slopen, krijgen we dus muntjes. Maar dus nu ook allemaal objecten die we kunnen gebruiken om nieuwe dingen te bouwen. Een van de drie mapkaarten heb ik nu neergelegd. Echt heel leuk gedaan. Oké, daar kunnen we nog een mapkaart brengen. Hier zo. Twee van de drie. Even kijken of we samen de andere map kunnen vinden ergens. Meestal spreekt het wel eens voor zich hoor. Soms zijn er wel eens dingetjes verstopt in de game. Kunnen we wat bouwen? Nee, we kunnen objectjes pakken. Zo, hoppakee. Kijk hoeveel we al verzameld hebben, jongens. Echt gaaf gedaan.
everyone in. Everyone? How many more are there? En ook heel leuk hoe ze dit huis zo gedetailleerd hebben gedaan. Volgens mij ontbrak dat wel een beetje bij Lego Lord of the Rings. Ik zie nog een stukje mapkaart wat we kunnen pakken. We kunnen die kast hier slopen. Er komen vast wat objectjes uit die we nog kunnen pakken. Nee, muntjes alleen. Kunnen we hier doorheen? Even kijken. Nee. Ik denk dat we even deze kast nog gaan kapotmaken. Kunnen we wat mee bouwen of niet? Ja, we kunnen wat bouwen hier. Met die objectjes. En ik denk dat wij een tafel gaan maken. Kijken of we genoeg objectjes hebben. Dat is goed, dat is goed. We missen worteltjes en eten. Dus we kunnen nog niet de hele tafel maken. Helaas. Maar we kunnen wel dit leuke spelletje doen. Door te zorgen dat we die tafel helemaal bouwen. We moeten dus... op tijd moet je objecten zoeken die dus in dat scherm komen. Dat weet u waarschijnlijk uit de vorige aflevering al. Nou, dan vragen ze om nog meer objectjes. Ze vragen om een tuitje. Om een pionnetje, zie ik. Om een grote... Nee, ik koos de verkeerde. Daardoor gaan de puntjes vanaf, helaas. De controls zijn soms een beetje... Ja, omdat je op snelheid moet werken is het soms een beetje waardeloos. Om snel te reageren. Kijk, hoor, hier zit een... Klik dingetje. Dan krijgen we een zo'n dingetje. En daaraan zit nog een... Ik kan het heel moeilijk zien, maar ik denk dat het een armpje is. Is het niet? Is het deze? Ja. En daarop komt een rood vlakje. Oké, we hebben denk ik de tafel nu al compleet. Ja, hij is compleet. En dan komt de tafel ook te staan hier. We krijgen de munten die we ervoor hebben gekozen. En we zitten nu aan de tafel. Nou, Bilbo is best wel vriendelijk. Hij gaf ons eten maken voor die gasten, terwijl die ze niet kent. En er wordt aan de deur weer geklopt. Fili en Kili. Wat doet hij met een schaar? Wil hij dat stokbrood gaan snijden met een schaar? Oké. Okay. Kijk nou. Het wordt eigenlijk een chaos, hoor. Hij zei dat er veel food en veel van het. Hij zei... Kijk nou, leuk jongens. We gaan dus meer eten zoeken voor die gasten. En ik zie dat ik met verschillende soorten, ja, hobbits. Nee, dit zijn hobbits en dwergen. Gaan we dus met verschillende dwergen doen, kunnen we dus dingetjes zoeken zoals deze worst. En die kan ik in de mand gooien. Waarom gaat die niet in de mand, jongens? Die worst verdween. We gaan nog eens proberen, jongens. Kijk. Kan ik hem hierin gooien? Zo. Ik moet hem echt in de schaal gooien. We hebben een stukje kaas nodig. En alcohol. Ik denk dat het alcohol is. Ik weet het niet zeker. Zo. Huppakee. Ik maak gewoon alles kapot. Alles voor een flesje alcohol. Hij loopt ook zo dronken ineens. Zie je het? Hij loopt een beetje dronken. Nou, die gooien we daar neer. Zo. En dan hebben we alleen nog een blokje kaas nodig. En waar zal die kaas zich bevinden? Ik denk dat hierboven die kast... Zie ik wel een stukje kaas. Kijk, en dat komt gelijk naar beneden. Kunnen we dat gelijk oppakken. En dat kaasstukje, dat plaatsen we dan op de tafel. Zo, kijk eens jongens. Een stukje kaas. Huppakee. Wat is dit? Ik weet het niet. Ik denk dat het cheese is. Gone blue. Het is riddled met mold. Oh jee, wordt er weer aangebeld. Oh. Oh, het is Gandalf. My dear Bilbo, what on earth is the matter? I'm surrounded by dwarves. What are they doing here? Only quite a merry gathering. Can't you get used to them? Kili. Oin. Valin. Valin. Bifabafabomba. Dory. Nori. Not my prize, thank you. Ori. I don't want to get used to them. The state of my kitchen. Oh. You appear to be one dwarf short. Excuse me, I'm sorry to interrupt, but what should I do with my plate? Here you go, Ori, give it to me. Oh jee, gaan ze met die borden gooien. Druk op, oh jee.
Oh ja, we gaan dansen, jongens. Oh shit. Nog een keer. Oh, wat geweldig gedaan, jongens. Echt heel leuk. Wee! Oh, bijna te laat. Gaat hij naar de volgende? B. A. A. Ah, dit gaat goed, jongens. Het bord, dat houden we nog heel. En dan gaat hij naar de dikke. Bomber of zo heet hij volgens mij. Bombeer, zoiets. Zo, en dan moeten 10 borden moeten er dadelijk komen, dus het duurt even. Nee. Nog één, jeetje. We gaan langs alle dwergen, joh. Hoeveel zijn er, joh? En dan krijg je een van de oudste, heb ik het gevoel. Oudste dwergen, ik weet de naam al niet meer. En ze gooien alleen maar mijn borden. Kuppakee. Oh. Bilbo Baggins, allow me. Ja, Thorin, hè, de leider, ja, klopt. Thorin Oakenshield. So, this is the Hobbit. Tell me, Mr. Baggins, have you done much fighting? Pardon me? What do the dwarves of the Iron Hill say? Is Dane with us? They say this quest is ours, and ours alone. You're going on a quest? Far to the east. Lies a single solitary peak. A lonely mountain. When the barons of yore return to Erebor, the reign of the beast will end. Fantastisch gedaan, jongens. What beast? The dragon Smaug has not been seen for 60 years. Perhaps the vast wealth of our people now lies unprotected. The front gate is sealed. There is no way into the mountain. That, my dear Balin, is not entirely true. Ja, tuurlijk, alles met de sleutel, jongens. Alles met de sleutel. The task I have in mind will require a great deal of stealth. That's why we need a burglar. Hmm, a good one too. An expert, I'd imagine. Hobbits are remarkably light on their feet. And while the dragon is accustomed to the smell of dwarf, the scent of a hobbit is all but unknown to him. Give him a contract. No, no. It's just the usual summary of out-of-pocket expenses. Time required, remuneration, funeral arrangements, so forth. Funeral arrangements? Ja, dat had hij dus niet verwacht. En we hebben het level uitgespeeld. In a hole in the ground. Het onverwachte feest. Dit is natuurlijk een heel leuke scène. Ik mis natuurlijk wel het liedje wat ze gingen zingen. De dwergen natuurlijk. Maar ze willen dus dat Bilbo, onze grote vriend, omdat hij een hobbit is, wilt hij dus die soort van taak geven dat hij die Arkenstone zoekt. En naar die draak gaat. En dat is natuurlijk een beetje best wel een grote taak. Ik bedoel, ja, je vraagt niet zomaar aan iemand. En het eerste wat hij dus zegt is van nee, en valt gewoon flauw. Want ja, lijkt me ook logisch, zoiets. En we krijgen weer het steentje. En daarom kunnen we het verhaal vervolgen weer. Och. Schattig. Wat doet dat beertje nou? Och. Dan kan ik ook echt lezen wat erop staat. Dat is allemaal hobbittaal. I'm going on an adventure.
My dear fellow, I never doubted you for a second. Heel gaaf, jongens. We gaan dus nu met ja, hij wilde dus wel doen, want hij zag een foto. Het ging natuurlijk wat dieper. Het gaat natuurlijk wat dieper in de film. Want ik wil maar gewoon zeggen dat bijna na drie kwartier, als de film drie kwartier heeft gespeeld, dan pas ga je echt naar buiten, weet je. Dan ga je uit dit Hobbitland. En voordat we de video afsluiten, omdat we natuurlijk level 2 hebben voltooid, wil ik eigenlijk heel eventjes dit Hobbitlandje verkennen. Want ik vind hem wel heel erg leuk eruit zien. We spelen natuurlijk nu met Gandalf. En Gandalf the Grey natuurlijk. Later wordt hij The White. In natuurlijk de Lord of the Rings films. Maar nu spelen we gewoon de Grey, de grijze. Hè? En we kunnen wat doen met die vis. Kunnen we wat doen? Kunnen we gaan vissen? Serieus? Oh, dit is wel heel erg gaaf. Want dit is uit... Ja, dit zie je ook in de andere Lego games met dat vissen. Dat is heel gaaf gedaan. Oké, wat hebben we gevangen? Een lever. En die lever, waar zouden we die lever op kunnen plaatsen? Aan de overkant zie ik al. Hoe komen wij aan de overkant? Ik denk dat we even moeten omlopen. Ik ben bang dat hij niet echt kan zwemmen, deze hobbit. Ik zie een bruggetje. Zo. Dan zien jullie ook wat van dit mooie landschap. En al die puzzeltjes zijn fantastisch gedaan. Je ziet ook links onder in de mapkaart. Ook ontzettend leuk gedaan. Klein en compact. Hartstikke gaaf. Oké, we halen het luikje naar beneden. En wat zit hierin? Een envelopje. Een smederijontwerp. Noppenspade van Mithril. Oh. Ja, hoe kom ik nou hieruit? Zo, wauw, dat was even raar met de camera. Nou, we gaan eens even kijken wat we hier hebben. Ik zie hier nog een huisje. Met een draaiknopje. We kunnen hierin. Wauw, wat is dit voor een vrouwtje? I linked young Bilbo back into my best tea hat a while ago. And I think the dozy deer must have forgotten to return it. I feel a bit awkward bringing it up. If you round up bag end anytime soon, could you pick it up for me? Nou, dit zijn dus die questen die we, ja, die we kennen, zeg maar. Ik kan het ook lezen hier. Zoek de theemuts in het level een onverwacht feest. Oké, dus je hebt bijvoorbeeld levels en daar vind je dus je objecten in. En dat zijn dus die kleine questen die je kan halen in die levels. Zo. Nou, genoeg muntjes. We hebben er 150.000 bijna, hè? Het gaat echt snel. Daar hebben we ook nog een... kijk of we hier in kunnen. Nee, daar kunnen we niet in. Het is altijd een beetje puzzelen, hoor. En kijk hoe groot deze game is. Want ik heb het gevoel dat deze ook gewoon een open wereld is. Net als Lord of the Rings. Gewoon een open wereld waar je in kan springen. En questen doen. En verhaaltjes doen. Dus je hebt zeg maar de missies. En je hebt natuurlijk de zijmissies. Je hebt de verzamelingen. De puzzeltjes. En dat maakt deze game zo geweldig. Ja, we gaan hier maar de video bij afsluiten. Want... ik vind dat wij weer genoeg hebben gedaan. Vergeet vooral geen groene duimpje te geven. Want bij 100 groene duimpjes gaan wij door naar het volgende afleveringetje van Lego The Hobbit. Ik zal deze even aansteken, de vuurwerk. Bats! En tot de volgende video. Doei doei!